Moses and the Firstborn is begonnen eigenlijk doordat ik een 4-spoor cassette recorder heb gekocht ooit. En daarop begon op te nemen. En daar heb ik de eerste demo's voor Moses mee opgenomen. En sindsdien is het eigenlijk een formaat waar ik nog steeds heel veel gebruik van maak. Omdat het gewoon heel makkelijk is, omdat je geen scherm hebt waar je naar hoeft te kijken. En je hebt eigenlijk maar heel weinig mogelijkheden. Dus gaat het hele proces een stuk sneller, omdat je op een gegeven moment gewoon knopen moet doorhakken. Als je het digitaal opneemt, dan is de weergave van het geluid eigenlijk een stuk realistischer dan wat je terugkrijgt op cassette. Op cassette wordt het allemaal best wel, ja, om het een beetje uit te leggen voor degene die er geen idee van heeft, wordt het allemaal een beetje samengeperst en wordt het geluid heel erg, ja, wordt een soort van dikke worst of zo. En daardoor krijg je een heel dik geluid en eigenlijk een technisch gezien een minder mooi geluid, maar ik denk dat wat je op cassette terug te horen krijgt, dat uiteindelijk meer een soort van gevoelskwestie is. Onze eerste plaat is uitgekomen op cassette bij Burger Records, dat is een Amerikaans label, die eigenlijk als eerste, ja, zeg maar, vandaag de dag zijn begonnen met het uitbrengen van cassettes, omdat het heel goedkoop is. Ik denk dat de manier waarop we onze eerste plaat op hebben genomen, dat heel erg samenhangt met het opnemen op cassette. Omdat we op die manier ook zo zijn begonnen en op die manier hebben we ook demo's opgenomen. En het voelde gewoon heel natuurlijk om dat op die manier te doen. Als je het bij een optreden koopt, is het heel makkelijk om in je zak te steken. Dus het is vooral een hebben dingetje, denk ik. Als ik zelf onze cassette nu terug hoor, dan heb ik wel zo'n, wow, die klinkt wel echt net wat specialer of zo. Ja. Vier de 50ste verjaardag van de compactcassette mee met de speciale luistertentoonstelling in het Philips Museum.